In de kas kan alles. Onder dat thema werd dit jaar de 37e editie van Kom in de Kas georganiseerd. In het tuinbouwgebied Erica stonden bij 11 tuinbouwbedrijven de deuren gastvrij open voor het publiek. De tuinders maakten tijd vrij om de bezoekers bij te praten over de tiltwijze, inspanningen voor de kwaliteit van het product en hun zorg voor het milieu. De opening van Kom in de Kas 2014 werd verricht door de gedeputeerde van de provincie, Art van der Tuuk. Beste mensen, hartelijk welkom en hartelijk dank voor de uitnodiging, Kees. Ik doe dat graag, ook op die zaterdagochtend hier in Erica. Ik voel me ook een fleurman dat ik hier namens de provincie Drenthe voor uitgenodigd ben. Een fleurman, ja, dat is een goed gevoel. En als ik om me heen kijk, laat ik het maar zeggen, zie ik de biobased economy ontstaan. Een mooie Engelse term voor die groene economie, de duurzame economie. En de vergroening van de economie waar u als tuinders aan bijdraagt, het is al sinds lange tijd dat u dat doet. De gedeputeerde stak de tuinders in zijn openingswoorden een hart onder de riem vanwege de inzet van de ondernemers om in moeilijke tijden te blijven innoveren. Daarbij haalde Van der Tuuk ook de biobased economy aan. Voor de tuinders is dat een belangrijke ontwikkeling voor de toekomst en mede daarom ook voor de provincie een speerpunt. Het is een belangrijk speerpunt in Drenthe. Wij hebben hier de combinatie van de chemische industrie rond Emmen, maar ook natuurlijk de enorme landbouwarealen. En in die combinatie van productie van gewassen, groene grondstoffen voor die chemische industrie, zien we echt een speerpunt in Drenthe. Ja, en die biobased economy, kunt u heel kort uitleggen, wat is dat eigenlijk? Ja, tot nu toe zijn we natuurlijk gewend in onze economie om heel veel aardolie te gebruiken als grondstof voor chemische producten. Ja, en bij de vergroening van de economie gaan we er naartoe. Dat we de grondstoffen gaan halen uit planten, uit gewassen. En de gedeputeerde sprak opnieuw zijn waardering uit voor de Drentse ondernemers. Die volgens hem de ruggengraat zijn van de economie. Deze ondernemers zijn toch de ruggengraat van onze economie. Het is toch het midden- en kleinbedrijf dat, zeker in dit gebied in Noord-Nederland, de kern vormt. Ik heb geweldige waardering voor hoe die mensen dagelijks weer het ondernemersrisico lopen, maar met passie voor hun producten produceren. Ja, en het zijn moeilijke tijden en laten we vooral helpen waar we kunnen om deze mensen het ondernemen mogelijk te laten zijn. Toen Kom in de Kas 2014 eenmaal gestart was, liep het ook meteen storm bij de 11 deelnemende bedrijven. De bezoekers waren er vroeg bij om bij de verschillende tuinbouwbedrijven te kijken, ruiken, zien en proeven. Van komkommers, tomaten en paprika's tot buxus, bromelia en orchideeën. Er was van alles te zien tijdens Kom in de Kas 2014. Nou, wij wilden wel eens even zien wat hier allemaal verbouwd wordt aan planten en aan groenten en dat soort dingen. Heerlijk, gezellig, je leert andere mensen kennen. Ja, sowieso is zo'n dag, vind ik, heel mooi. Ik vind het gewoon interessant om te kijken hoe van een klein plantje zeg maar, een grote bloem wordt. Nou, voor een jaar of 10 geleden ben ik hier ook een keertje geweest en toen was het ook zo geweldig mooi. Dus helemaal super. Ja, sommige bakken gaan dan hier de baan op en die worden weer naar voren gedaan. En dan worden ze weer omgepot en dan gaan ze weer terug. En dan een week later worden ze weer veranderd. Ja, en dat vind ik altijd wel mooi. Wat is u opgevallen? Nou, de enthousiasme van de medewerkers. Die ook gewoon een praatje bij je komen maken als je gewoon geïnteresseerd staat te kijken. Ja. En wat vertellen de medewerkers allemaal dan? Hoe het groeit en bloeit en wat het voor product is. Ja, je ziet wel dat bij elke kas zie je dan wel dat het heel anders toe gaat. En zoals we zijn, waren net ook bij de Astromeria kwekerij en bij de Buxus. Ja, en dat is allebei dan heel anders weer. En hier ook. En ja, dat is altijd wel grappig om dan om te zien. Ik ben aan komkommers aan het sorteren. Ik zoek ze uit op kwaliteit. En hoe is het nou dat hier zomaar mensen rondlopen op zo'n dag als vandaag? Ik ben het wel gewend, dus meestal kom ik in de kast, dan komen ze hier wel naar binnen toe. Niet alleen de bezoekers, maar ook de tuinders zijn enthousiast over Kom in de Kas. Want zij krijgen de mogelijkheid om alles wat normaal gesproken achter de schermen gebeurt, nu aan de bezoekers te laten zien. Het is gewoon belangrijk dat mensen een keer in de keuken kunnen kijken van de Nederlandse tuinbouw. En wat er eigenlijk allemaal voor mooie dingen gebeuren, waar mensen vaak geen weet van hebben. Hoe reageren de mensen die hier komen? Vaak heel positief. En eigenlijk allemaal de dingen waar we mee bezig zijn, vooral op maatschappelijk verantwoord en op milieu. Hebben mensen eigenlijk geen weet van wat we hier allemaal doen.
om zo min mogelijk belastend te zijn voor milieu en omgeving. Het milieu is belangrijk en daarom zetten de Drentse tuinbouwers vol in op de biobased economy. Dat doen ze onder andere door gebruik te maken van biologische grondstoffen, maar ook door het inzetten van beestjes in plaats van chemie. Oftewel... Een insect eet de plaaginsect op. Wat leuk. Ja, zo gebeurt het gewoon. Dat is eigenlijk een heel natuurlijk mechanisme. Waar dus eigenlijk verder geen mensenhanden ook en geen chemie voor nodig is. Bij Kom in de Kas is ieder jaar ook een expositie te zien. Dit jaar werd daarbij de biobased economy onder de aandacht gebracht, want die neemt een steeds grotere plaats in bij de tuinbouw. De bezoekers werden bij de expositie geïnformeerd over onder andere de kringloop van grondstoffen en bioraffinage. Tijdens Kom in de Kas werden er dit jaar ook weer bloemschik- en kookdemonstraties gegeven. En volgend jaar, dan is er opnieuw Kom in de Kas.